Heerlijk, hè, basilicum. Als je hem in zelf in de tuin wil hebben groeien, dan moet je met een aantal dingen rekening houden. Want ik krijg heel veel de vraag van, ja, Angelo, ik heb basilicum in de tuin staan, maar hij wil niet groeien. Wel, daar is eigenlijk een simpel antwoord op te geven. Je hebt een aantal soorten die het buiten heel goed doen en een aantal die echt wel binnen in een kas moeten groeien. En ik heb hier bijvoorbeeld in een pot de paarse en de Thaise basilicum staan. Doe het bij mij. Althans, buiten altijd heel goed. Wat er ook gebeurt, heel veel regen of zo, hebben ze geen probleem mee. Je moet ze alleen een beetje meststof geven, voldoende water. En dan heb je echt wel een goed gevulde plant. Wil je de traditionele groene basilicum, dan moet je hem in de kas zetten vanwege de warmte. Kan je tussen de tomaten doen, dat is altijd een meer dan geslaagd huwelijk trouwens. Maar buiten vind ik het fantastisch om hem zo te laten staan. Wil je veel bladproductie, dan haal je beter de bloemen weg. Maar ik vind het op dit moment niet nodig, want ik kies ervoor om hem vooral mooi te laten zijn en de bijtjes ook een plezier te gunnen. Hè. Elke week geef ik tips over wat je in je tuin of op je balkon kunt doen. Schrijf je in op YouTube en like ons op De Mooiste Tuinen op Facebook en mis geen enkele video.